a beauty! Wat een fantastische goal! Het is gebeurd! Oh, het is gebeurd! Het mirakel is geschied! Ongelooflijk! Prachtige aanval, prachtige voorzet. En de handen gaan toch op elkaar voor een spektakelstuk, Gert. Dag allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Champions Club nummer 9 van dit seizoen. Met vandaag uiteraard aandacht voor de returns van de 8e finales op het kampioenenbal. Na een weekje rust vliegen we er weer in en we gaan vooruitblikken onder andere op Liverpool tegen Inter en Real Madrid tegen Paris Saint-Germain. En vandaag doe ik dat met twee mannen die expert zijn als het over de Champions League gaat. Al 10 jaar volgen ze die competitie, want al zo lang hebben we de uitzendrechten bij Pix Sports. Dag Peter van den Bent, dag Wim de Koning. Goedemiddag. Dag Nicola. Peter, hou jij bij hoeveel Champions League wedstrijden je al hebt gedaan? Sinds 2012? Je kunt wel een ruwe schatting maken, denk ik. Die paar keer dat ik in de studio heb gepresenteerd, moet ik er aftrekken. Dus laten we zeggen 334 per jaar, maal 9 en zoveel. Ja. Ergens voorbij de 300. Alright, dat is niet slecht. Hè? Hoe ziet je programma er deze week uit? Dus morgen reizen we naar Liverpool voor Liverpool-Inter. En woensdag het kleine duel tussen Real en PSG. Ja, daar gaan we uitgebreid over praten natuurlijk nog. Wim, wij gaan ook samenwerken, maar uitzonderlijk vanuit België. Ja, in de studio. Hè. Morgen? Hoe komt dat? Zit je morgen in de studio? Ja. In de studio, ja. Maar met ik mij. Had het eigenlijk met over mij. Woensdag, want over dan gaan woensdag. We commentaar geven op een match. Omdat City al 0-5 heeft gewonnen in Lissabon. Tegen Sporting gaan we niet naar Manchester. Voor we doen één het keer van niet. In het kot. Ja. Maar en je vindt dat niet erg? Want Manchester Airport wil je graag vermijden als het kan. Hè? Als het kan, ja. De laatste keer heb ik daar niet zo'n goede herinneringen aan. Wat was er dan gebeurd? Ik moest eerst naar Amsterdam vliegen met zo'n klein toestel. En dan van Amsterdam naar Manchester. En ik was in Amsterdam al heel erg onpasselijk, moet ik zeggen. Ja, juist. Dus ik heb... De vlucht Amsterdam-Manchester was niet zo leuk. Geen pretje. Nee, los daarvan, van alle vervelende luchthavens, is Manchester veruit de vervelendste qua controle. Ja, want je moet daar eens een discussie gevoerd over. De hele tijd wachten, ik heb daar eens een discussie gevoerd over wat liquid is en wat niet. Oké, enlighten us, Peter. Wel, het ging over een okselstick die ook in het zakje met de liquids moest, want het is liquid. En ik draaide dat om. Ik zei, it's strange, because if it's liquid, why isn't it pouring down? En dan zei yes, but it has been liquid. Waarop ik op de tafel sloeg en zei, that's been liquid too. En dan was het tijd om te stoppen. Als ik mijn vlucht wilde halen. Anders ging ze binnen steeds. Ik heb ook al geleerd dat het geen goed idee is om discussie te gaan. Maar het gebeurt wel helaas. Maar ik ga volgende week met de trein, mannen, naar Man United tegen Atletico. Dus met de trein? Ja, van Londen en dan Manchester. En eigenlijk ben ik daar niet eens rouwig om. Nee, maar ik heb dat toen de grote camion met plaatijzen hier over de ring was uitgestrooid. En dus werkelijk alles vast zat. En ik denk ik de enige keer echt letterlijk in mijn carrière. Plaatijzen, Peter? Ja, het was een grote vrachtwagen met vis. Die jaren geleden. ben ik en dus mijn vlucht gemist. Want dat was echt niet te doen om het te halen. Ben ik ook met de trein naar Manchester gegaan. Dat was perfect te doen. Wel, kijk, volgende week ga ik dat doen met Frankie van der Elst. Goed, ik denk dat we dan nog één wedstrijd niet hebben vermeld van de matchen die we deze week hebben. We gaan de grafiek bijpakken. Ja, we gaan de kalender voor deze week er even bij pakken. Liverpool hebben we ook nog niet vermeld. Morgen, dinsdag 8 maart, Liverpool-Inter. Dat heb jij vermeld, Peter. Ja. Bayern München tegen Salzburg, dus dat was die match waar ik aan dacht. En dan hebben we woensdag Real Madrid tegen PSG. En City tegen Sporting. En dat zijn de 4 matchen van deze week. Volgende week hebben we dan nog de returns van Juve, Villarreal, United, Atletico, Ajax, Benfica en Lille tegen Chelsea. Maar de meeste aandacht in de Europese kranten op de Europese televisiezenders alom zal natuurlijk zijn voor deze wedstrijd. Affiche van de week. Ja, en Peter vermeldde hem daarnet, de wedstrijd Real Madrid, Paris Saint-Germain, Madrilenen tegen Parijzenaars. En dat is een wedstrijd waarin Real Madrid moet winnen. Ze hopen nog op de kwartfinales. Het leek lang 0-0 te blijven in die heenwedstrijd in het Parc des Princes. Maar uiteindelijk werd het dus toch nog een late winning goal voor de mannen van Pochettino. En hier komt de Messi. En Courtois pakt de bal van Messi. Courtois pakt de bal van Messi. Uitstekende parade van Thibaut Courtois. Laatste minuut, toegevoegde tijd, gaat in. Bij 0 tegen 0. Neymar zet nog eens aan. Die zou over een week of drie ook weer scherper en fitter moeten zijn dan vandaag. Mbappé, die is dat. Scherp en fit. Oh, prachtige beweging. En de goal. Formidabel.
Ja, Peter, we hoorden jouw stem. Het werd een late, maar verdiende zege voor PSG. Ja, kan je nog eens recapituleren hoe die wedstrijd is verlopen? Ja, het was eigenlijk een grote ploeg tegen een kleine. Zo eenvoudig was het. Het grote, machtige, veelgelauwerde Real Madrid, dat eigenlijk als een kleine ploeg kwam verdedigen in de eigen baklijn. Deels omdat het moest, omdat Paris Saint-Germain zijn Europese kostuum had aangetrokken. En deels, denk ik ook, omdat het niet beter kon. Dus, en dankzij Thibaut Courtois een paar gemiste kansen, ja, bleef het spannend tot het einde. Hadden ze de nul bijna gehouden tot in minuut 94. Maar het verschil was groter dan het scorebord laat vermoeden. Hoe ver stak Mbappé er bovenuit die avond? Wel, in vergelijking met de andere twee vedetten, mijlen ver. Dus als je, ja, en ik weet dat het heiligschennis is, maar ik bezondig er mij toch aan. Als je ziet hoe Messi niet liep te voetballen, hoe Neymar weliswaar inviel. En het was zijn eerste wedstrijd, kwam terug uit blessure, ja. Wat ik net zei. Hij gaat wel scherper zijn nu een week of drie later. Ja, dat contrast was enorm. Paris Saint-Germain hangt op dit moment geweldig af van Mbappé. Dat is dit weekend nog maar eens gebleken. Hij was geschorst voor die wedstrijd tegen Nice. Het was een heel slechte wedstrijd van Paris Saint-Germain. Dus wat dat betreft, en het was natuurlijk ook de wedstrijd waarin hij in de picture stond. En ik ga niet zeggen dat hij een weergeloze wedstrijd speelde, maar je had wel de hele tijd het gevoel, als er iets gaat gebeuren, gaat het toch van Kylian Mbappé komen. En ik denk echt dat het op dit moment een van de allerbeste van de wereld is. Ja. Is het. In Madrid waren ze nadien serieus onder de indruk. Likkebaarden. De kranten gezien de dagen nadien. Ja. Dat ging alleen maar over één man, over Mbappé. Ja. Gaat hij of gaat hij niet eigenlijk? Wat denken we daarover? Is dat eigenlijk al beslist? Er stond, ik denk woensdag of donderdag van de week, nog een groot interview met Leonardo, technisch directeur van PSG in L'Equipe. En die zei dat alle opties nog open liggen. Dat er gepraat wordt de hele tijd. En dat eigenlijk dat het niet over centen gaat. Maar dat ze Mbappé willen laten zien dat de toekomst van PSG gebouwd is rond hem. En dat er veel gepraat wordt over de manier waarop de toekomst van Paris Saint-Germain zal worden ingevuld. En hoe dat rond hem zal draaien. En hij zei, en de cijfers, dat gaat op het einde nog wel geteld 2 minuten duren. Want er is ook... Dat budget is geen probleem. Nee, het budget is geen probleem. Dus het gaat niet, volgens hem niet over geld. En werd ook gezegd dat ze ook Paris Saint-Germain een voorstel heeft gedaan van 50 miljoen per jaar. En dan 100 miljoen premie om te blijven. Maar dat deed hij aan volgens onzin. Alright. Ik denk dat ze bij PSG er nog altijd wel van overtuigd zijn dat hij wil blijven. Maar als ik zo'n beetje alles heb gevolgd en als je zo ook ziet hoe hij eigenlijk al een beetje zoals Hazard vroeger droomde van Real, dan denk ik dat er geen weg terug is. Vooral, en dat is het probleem, denk ik, dat hij met PSG natuurlijk het overgrote deel van de tijd in Frankrijk moet voetballen. En die competitie heeft hij toch een beetje... Daar heeft hij toch een beetje gezien, denk ik. Mm-hmm. Wim, die redding van Thibaut Courtois, we hoorden het, penalty van Messi gered, dat was ook wel een kippenvel moment, hè? Ja, Messi mist nog wel meer penalties, maar Courtois was degene die het meest op niveau was in die wedstrijd, hè, van alle Real-spelers. En dat is al een aantal keer geweest dit seizoen. Hij speelt uitstekend. Het zal ook wel weer veel van hem afhangen. Hè, want Paris Saint-Germain scoort bijna altijd in elke wedstrijd. Dus als ze dat ook zouden doen tegen Real, dan moet Real al 2 keer scoren om verlengingen af te dwingen. En ik weet niet of ze dat kunnen tegen PSG. Dat wordt ook al wel weer moeilijk. Dus veel zal afhangen van het duel weer tussen Mbappé en Courtois. Ja. En misschien Messi, die dan in Real misschien het gevoel zal terugkrijgen van als je daar met Barcelona geweest is. En misschien tot een betere prestatie zal komen. Maar zoals Peter al zei, het gaat wat moeizaam met Messi. Zelfs in de Franse competitie. Als het tempo niet te hoog ligt, kan het nog zijn dat hij wel het verschil kan wandelen, bij wijze van spreken. Ja. Maar wat ik heb gezien in de groepswedstrijden, 2 keer tegen Man City, die een veel hoger niveau en tempo vooral ontwikkelen, daar komt hij gewoon tekort op dit moment. En ik vraag me af of dat nog beter kan. Ja. En over Thibaut Courtois gezegd, hij had penalty goede save, maar hij had nog een veel straffere op een dichte poging van Mbappé. Laag tegen de grond, dicht bij hem, vond ik sterker dan deze save. En overigens, Ancelotti ergerde zich een beetje na de wedstrijd tegen Rayo Vallecano, waar het weer ging. Zo de 0-1 gewonnen in de 85e minuut of zoiets. En een paar goede saves van Thibaut Courtois. En dat begon hem wel een beetje op de zenuw te werken, dat altijd maar weer over Courtois ging. Want ik was ergens in de krant. Een trainer van Real vindt het natuurlijk niet zo prettig dat de resultaten worden bepaald door de doelman. Want dat betekent tegelijkertijd dat er wel een en ander mankeert aan, ik zal zeggen, het spel. Ja, het was ook een dramatische match tegen Rayo, met uiteindelijk wel nog een klasseflits met Benzema. En hij kan het misschien...
vervelend vinden, maar het is wel de realiteit natuurlijk. Absoluut. En dus Wim, het is altijd een beetje gratuit misschien die discussie of die conclusie, maar mogen we nu zeggen dat hij de beste keeper ter wereld is op dit moment? Of hoe zie jij dat? Ik denk op dit moment wel. Hij was niet bij de top 5 de laatste keer dat er moest gestemd worden. Dat was wel een beetje verrassend. Maar ja, hij is heel erg bepalend. En degene die voor hem eindigden, die zitten wat in een moeilijkere periode. Hè. Donnarumma is ook niet altijd de man die in de goal staat. Ja, zeker in de... Nu ook weer was Navas die speelde tegen Nice. Maar Courtois is heel erg beslissend. Zo beslissend als in de tijd bij Atletico en bij Chelsea. Ik vind dat eerlijk gezegd moeilijk te kwantificeren. Wie is dan de beste? Wat zijn de criteria om dat te bepalen? Je kan er cijfers bij halen, maar goed... Alle wedstrijden. Maar misschien moeten we anders besluiten. Ik ben altijd geneigd om te zeggen, hij is bij de allerbeste van de wereld. En dat zijn er dan misschien een stuk of 5. En daar had hij natuurlijk altijd bij gemoeten. Dat was belachelijk. Maar mogen we zeggen dat hij zelf zijn allerbeste niveau haalt op dit moment? Hij is nogal wel heel erg goed geweest, hoor. Ja, hij is nogal wel over zo'n lange periode? Ja, jawel. Maar dat raakt af en toe wel wat ondergesneden, ook in de landstitel. De vorige van de coronatitel had hij ook een ongelooflijk groot aandeel. Hij en Ramos eigenlijk. Mm-hmm. Ja, Ramos zette de strafschoppen om en hij stopte alles. Alles op dat centrum daarvan. En het was altijd 1-0. Real Madrid. Nu spelen ze terug in Bernabeu, Peter. Je gaat er naartoe. Hoeveel volk kunnen ze ontvangen, denk je? Want ze willen zoveel mogelijk mensen binnenkrijgen voor de sfeer. Maar, ik denk maar het is nog niet af, hè? Nee, maar ik denk nog altijd wel eens 70 of zo. Nee, 60 of 70, dat verschil gaan we nu niet horen. Want ze zijn nog altijd bezig. Ik heb onlangs een filmpje gezien. Ja, ik wou er al naar vragen. Ah, sorry. Maar. Wat ze met het veld gaan doen, en dat veld is in 5, denk ik, lange stroken onderverdeeld. En dat wordt dus na een wedstrijd gewoon strook per strook naar de zijkant gereden. Aan de overkant van, als je naar je televisie kijkt en je ziet dat zeildoek, ik denk dat ze daar nog aan bezig zijn. En dat wordt daar eigenlijk, zoals auto's in een automatische parkeergarage, naar beneden gedaan met een lift. En daar wordt dat veld in 5 lange stroken, de lengte van het veld, opgeslagen, beregend, krijgt dat zonlicht en als het voetbal is, wordt het er weer uitgerold. Ongelooflijk. Dat is nog nooit ergens anders gedaan, denk ik. Een veld wordt wel eens in zijn geheel buiten gereden. Dat duurt dan een paar uur of misschien wel een dag of 2. Maar hier wordt het eigenlijk in stukken gekapt en zo in verdiepingen. Na elke wedstrijd? Ja, als er wat te doen was. Want daarna lieten ze in dat filmpje ook zien wat er allemaal kan gebeuren. Ze toveren Bernabeu om in een basketbalterrein, in 2 tennisvelden, in een soort, ik zal zeggen, zaal waar een beurs kan gehouden worden. Het werd allemaal opgebouwd en daarvoor werd het veld altijd weggereden. Dat zijn enorme werken geweest. Ze zijn nog niet helemaal afgerond, maar het is wel veelbelovend. De dakconstructie is nu ook bijna rond. In elk geval, na de wedstrijd van afgelopen weekend tegen Real Sociedad, die ze hebben gewonnen met 4-1, zijn de ultras nog een kwartier na de wedstrijd blijven zingen, Peter? Si se puede. Dat kennen we natuurlijk. Ja. Dat is typisch Spaans. Hè? De spelers zijn teruggegaan, dus er is wel erg veel geloof, blijkbaar. Ja, en vooral die echt goede wedstrijd, is ze zeggen het tweede deel er toch van nu dit weekend tegen Real Sociedad, heeft de hoop weer doen op laaien, want na die heenwedstrijd kan ik je zeggen dat er toch een lichte vorm van depressie zich had meester gemaakt van de koninklijke. Het zou zomaar eens kunnen. Ze hadden 8 jaar aan een stuk altijd halve finale of finale gespeeld en gewonnen eigenlijk meestal in de finale. Nu zou het dus kunnen dat ze eigenlijk voor de derde keer in 4 jaar eruit gaan in de eerste ronde van de knock-out fase. Dus hoe je het ook draait of keert, dat is natuurlijk een klap voor Real. Maar omdat ze dat scorend vermogen hebben teruggevonden. De allerbeste Benzema, want die kwam in die heenwedstrijd ook pas terug uit blessure. Dat zag je ook, hè, dat hij niet fit was. Ja, zat niet in de wedstrijd. Die maakte weer het verschil. Alleen, het is naar mijn gevoel toch een beetje de hoop creëren tegen beter weten in. Er wordt nu gezegd, het is nu de tijd voor de grote remontada. Ze werden allemaal eens opgeleid. Die tegen Anderlecht ook, overigens, met Juan Lozano destijds. Ja. En Butragueño werd nog bovengehaald. Maar het is nu tijd voor de jonge generatie, aangevoerd door Vinicius, om ook zo'n historische avond in Bernabeu te creëren. Maar als je dat moet gaan doen zonder Casemiro, zonder Mendy, Kroos waarschijnlijk ook niet, dan wordt het toch wel heel moeilijk, denk ik. Kroos, die wou ik ook vermelden, want Camavinga speelde, mannen, en die deed het eigenlijk goed. Hè. Dat is een dynamische middenvelder, Wim. Ik weet niet wat jij ervan vindt, maar het brengt wel
ja, iets ja, meer brengt, dynamiek en beleving, vind ik. Ja, ook zo'n jongen. Hij is ook maar 19 natuurlijk. Hè. Dat middenveld, als Ancelotti dan toch moet kiezen, kiest hij wel voor Kroos, Modric en Casemiro. En als Valverde zou genezen Valverde zijn, getraind. Ja, was ook ziek, dus twijfelachtig. Dan weer de voorkeur krijgt. Ja, maar Camavinga scoorde inderdaad ook. Hij kwam ook goed in, want Peter en ik waren samen in Inter tegen Real. Toen zij daar ook 0-1 gingen winnen. Maar ook gevleid, want Inter voetbalde daar heel erg goed. Een beetje zoals tegen Liverpool. Ja. Maar ze verloren dan ook weer wel. Maar ja, het is een groot talent van het Franse voetbal nog maar eens. Die daar toch... Ja, meer kansen krijgt en hoger aangeslagen wordt dan bijvoorbeeld Eden Hazard. Hij had tot voor het weekend minder minuten gespeeld dan Eden Hazard. Ja. Dat is al een kunst. Dat is moeilijk, ja, inderdaad. Hazard die bleef trouwens op de bank afgelopen weekend. Geen verrassing natuurlijk. En Courtois werd dus één keer geklopt, was maar een tijdje geleden. Maar ook niet meer invallen. Nee, ja. Dus ik denk vijf, zelfs Marcelo. Ja, ingebracht helemaal op het einde, weet ik wel, maar om linker... Wie zei het onlangs van na het seizoen, of als hij vertrekt, gaan we de echte waarheid horen? Dus er moet wel iets meer aan de hand zijn dan. Ja, ik weet het niet. Het is toch niet te verklaren. Ik gaf commentaar op die match tegen Rayo. En inderdaad, het liep niet. Er was geen creativiteit. En dan nog komt hij niet in. Hè. Ja, maar de keren dat hij gespeeld heeft, Nicola... Het toont ook te weinig. Het kan toch alleen maar zijn dat Ancelotti denkt... Ja, die gaat het ook niet brengen. Want anders zet hij hem toch, denk ik dan maar. Ja. Het is jammer. Goed, mannen, wie gaat er in de goal staan bij PSG? Is dat dan Navas, Wim? Nee, dat zal Donnarumma zijn. Ja, Navas niet. Normaal niet. Nee, normaal niet. Dus er is een strikte rotatie. En die is tot op de wedstrijd na gevolgd, altijd. Dus het is de ene en de andere. En in de competitie... Geen uitzondering? Nee, vooralsnog niet. Dus in principe... Is Navas. Is het Navas. In Real. Want als hij dat niet doet, dan creëert hij ineens een probleem. Op dit moment, want enfin, dat is tegen alle logica die elke trainer je zal debiteren. Namelijk, met doelmannen roteer je niet. Tenzij je zegt, één van de bekercompetities is de andere competitie. Dat is wel anders. Maar je moet één vaste eerste doelman hebben. Dus Pochettino doet dat al het hele jaar niet. En dat werkt. Ik zou zeggen, op een paar kleine uitschuivers na hebben ze eigenlijk allebei een goed tot zeer goed niveau gehaald. En dus in principe... Is het Navas die op Real mag spelen? Ik zou het eerlijk gezegd ook doen. Ja, tuurlijk. Zeker op Real, omdat hij daar zo graag gezien is. Hij is daar nog eens uitgebreid bejubeld toen hij daar met PSG kwam. Hè. En hij 10 minuten langer op het veld bleef, bij manier van spreken, om de aanmoedigingen en de felicitaties van zijn ex-supporters in ontvangst te nemen. En toen was Thibaut heel snel naar binnen gegaan. Hij was ziek toen. Hij was eigenaardig, kwam niet meer buiten voor de tweede helft, maar het bleek dan achteraf wel ziek te zijn. Maar dat was nog in de periode dat Thibaut Courtois nog niet die was bij Real, dan tenminste. Nee, die inderdaad, er is veel veranderd. Goed, dan gaan we het bij laten voor deze wedstrijd. Real Madrid tegen PSG. Dat is voor woensdag. Dan is er op hetzelfde moment ook de return tussen Man City en Sporting. De heenmatch die eindigde op 0-5. En dus gaan we het wellicht moeten doen zonder deze man. Belg van de week. Ja, ik... Ik vind dat we er niet omheen kunnen. Kevin De Bruyne, hij heeft nog eens van zich doen spreken in de Manchester Derby. Maar de kans is heel groot, mannen, dat hij rust zal krijgen, hè, in de wedstrijd tegen Sporting. Wat logisch zou zijn. Ja, en ook hij kreeg een doodschop eigenlijk gisteren van Maguire. Ja, in België gaat daar altijd rood voor gegeven worden. Ook als de ref maar geel trekt, gaat hij naar het bord geroepen worden. Het was eigenlijk wat mij betreft wel een rode kaart. En dus ja, hij zal wel weer wat gehavend zijn, al of niet. Maar rust gaan ze hem zeker geven, hè, tegen de wedstrijden waar ze hem dan echt nodig hebben. Want ook als hij niet meedoet, ziet hij het goed. Maar als hij erbij is, dan is er toch nog iets extra als Kevin zijn niveau haalt. Hij was gisteren aanvoerder, omdat er een aantal andere jongens er niet bij waren. 2 doelpunten en 1 assist. Al 10 keer gescoord, dacht ik ook, dit seizoen. En Mahrez die maakte er ook 2. Die zit aan 21 goals al. Dus ja, Wim, je hebt de wedstrijd volledig gezien. Ja. Was City zo goed? Was United zo zwak? Ranjek had ervoor gekozen om ze hoog te gaan vastgrijpen. Om wat hij zo goed kent en wat hij bij de Red Bull school er heeft ingebracht. Die filosofie om die gegenpressing en dat hoge druk. Maar als je dat met gevestigde waarden moet doen van Manchester United. Ook als Cristiano Ronaldo er niet bij is. Ja, dan loopt dat valikant af. Hè. Ze hebben...
kunnen counteren. Ze kregen wat meer ruimte. Dus ja, ze... De eerste helft was nog behoorlijk. Ze maakten ook snel gelijk via Sancho. En ze deden redelijk mee. Maar de tweede helft waren ze gewoon kapot gelopen. Hè. En had Kevin alle vrije ruimte. Kon er tussen de linies gespeeld worden. Doorgedraaid worden. En er was De Gea, wat mij betreft, weer een van de beste. Zo niet de beste United-speler. Ja, in de Telegraph stonden woorden als capitulation, collapse, collective embarrassment. Peter? Ja. Ik heb de wedstrijd niet gezien, voor wat duidelijk. Jij was ook aan het werk gisteren. Ik kon mij vermaken met Charles Stander. Maar een derby schijnt. Ja. En Kevin was goed. Was heel goed. Maar wat mij betreft niet anders dan wat we gewend zijn van Kevin De Bruyne. Er wordt natuurlijk gekeken naar twee doelpunten en een assist. En ook nog wel eens een redding of twee van De Gea. En ze wijten in Engeland het feit dat hij wat minder assists heeft dan we gewend zijn van hem aan het feit dat er niet echt een spits is. Hè. En ook Aguero weg, Jesus die niet meer speelt. Ook Ferran Torres die Foden er weg is. Foden deed het gisteren wel goed. Ja, Foden deed het heel goed. Maar Kevin kon ook wel wat hoger voetballen. Maar hij kreeg zodanig veel vrijheid en er was vrij veel ruimte dat hij eigenlijk... En Maguire was het op een gegeven moment beu en die gaf hem dan een schop. Ja. Het verdere verloop van zijn seizoen had kunnen hypothekeren. Maar ik heb begrepen, ondanks het grote succes van Man City en het feit dat ze al 500 doelpunten gemaakt hebben alweer dit jaar, ze gaan toch zwaar inzetten op een diepe spits, heeft Guardiola van de week laten weten. Dus ze gaan wel degelijk... alle namen kunnen gedebuteerd, maar ze gaan wel degelijk een echte diepe centrumspits halen. Ja. De marktopper. Lijkt me geen slecht idee. Maar had iemand van jullie hen trouwens als eindwinnaar voorspeld voor deze editie van de Champions League? Wie hadden jullie gekozen? Ik heb het seizoen Bayern gezegd en we mochten nog eens opnieuw doen nu met nieuwjaar. Opnieuw doen. Ja, ik heb nog een herkansing gekregen. Toch niet van gedacht veranderd. Maar ik ben niet van gedacht veranderd. Ik moet eerlijk zijn, ik heb mijn vragen bij Bayern. Ik hoorde een commentator en een co-commentator zich in de live van Salzburg-Bayern daar vrolijk over maken. Feit dat zoveel collega's Bayern München hadden getipt als eindwinnaar. Ja, juist. Ja, ik herinner mij. En Frankie van der Gelst maakt zich daar vrolijk over. En bekloeg ons, maar we zullen zien. Maar ik moet eerlijk zeggen, indien ik... ik wou bij mijn standpunt blijven. Ik heb mijn vraagtekens bij Bayern. Ondanks het feit dat ze heel veel records weer kloppen en zo, is het maar het zal wel ook weer met focus te maken hebben. Het is te makkelijk. Defensief. Ja, is het wel. Ja. En tegen Salzburg kan je dan nog wel ontsnappen. En misschien de volgende. Maar als het echt tegen de allerbeste van de wereld gaat, dan zou het wel eens een probleem zijn. Op 1-1 was een late goal trouwens van Kingsley Coman. En die Ulreich, die ik nu niet te hoog zitten heb, had toch twee goede saves ook nodig? Nee, ik vind niet dat hij van de... Nee, maar ik bedoel dat ik vind dat nu... Als je die naast Neuer zet, is dat toch... Neuer zou misschien terug zijn voor de wedstrijd. Morgen. Maar goed, misschien dat het voor morgen nog niet nodig is, maar voor verderop in het toernooi denk ik wel. Maar nog eens, hij had wel twee goede reddingen. Het kon op 2-0 geworden zijn, maar maken jullie zich dan geen zorgen over het weggeven van die vele kansen? Wel, dat is wat ik net zei. Achteraan is het toch... En dat is altijd geweest. Het weekend weer. Ja, dat is ook altijd wel zo geweest, Bayern München. Ik herhaal nog eens wat Flick zei in de beste periode. Wij omarmen het risico. Maar ja, zoveel tegendoelpunten incasseren ze dan toch alles bij elkaar niet. En nog eens, als het recht gaat omspannen... Tegen de beste ploegen, tegen Liverpool, tegen City en zo, dan zou het toch wel eens dodelijk kunnen zijn, denk ik. Maar niet om Salzburg op zijn. Misschien toch nog gelijk. Ja, dat zou kunnen. Maar alhoewel, ze hadden ook wel heel veel moeite tegen Salzburg met die pressing van die jonge ploeg. Die dat geweldig deed en die elke keer toen ze die tegenaanval konden lopen, heel snel verticaal voetbalden, maakte ze het heel erg moeilijk. Driemansdefensie toen bij Bayern, want wat Nagelsmann nu extra gebracht heeft... Met die wingbacks die eigenlijk halve spitsen zijn, is dat inderdaad wel... Ja, het was Coman en Gnabry die wingback speelden. Zeker. Dus hij speelde eigenlijk door het feit dat nog Tolisso, nog Goretzka erbij waren op het middenveld. En ook Alphonso Davies niet beschikbaar. Absoluut, is. Ja. Die is al de hele tijd niet meer beschikbaar. Blijkbaar met iets aan het hart na de COVID. Mist hij toch een paar, wat mij betreft, belangrijke mensen. Goretzka en Tolisso vond ik geweldig daar altijd op dat middenveld. Waardoor zeker de power van Goretzka. Ja, is enorm. Ja, en die power heb ik nu het gevoel dat ze mist. En wat mij heel erg opviel in die match tegen Bayern, was dat Lewandowski geen bal heeft geraakt. Nauwelijks, Nee, echt
ja, het is ongezien dat Bayern, zelfs buitenhuis, hè, geen bal raakt. Ik heb nu gezien dat die Solé, die hem... Die Fransman, jonge Fransman, die hem daar centraal speelde achterin... goed. Ja, met Weber hem uit de match hield. Dat hij blijkbaar er niet bij is. Is dus, uitgevallen. Ja. Dat was vorige week woensdag, dacht ik. En dan is Van der Bremt in zijn plaats ingevallen. Ja. Die speelde als linker centrale verdediger Van der Bremt. En is begonnen in de basis tegen Altach afgelopen weekend. Dus die heeft wel zijn eerste minuten gemaakt. Ja. Ja, dus als hij centrale tegen verdediger, dat heb ik nog eens weten doen hier. Ja, in Gent. Rechter centrale verdediger, dat was het ik toch Ik dacht niet. Dat Christensen zou naar het centrum verhuisd zijn. Nee, en dan Van der Bremt op rechts, maar hij stond links centraal. Maar goed, tegen Altach of tegen Bayern München is nog een groot verschil. Alleen heb ik het gevoel dat ze nog wel wat werk hebben van Bayern tegen deze ploeg. Die op enthousiasme weliswaar en met een coach langs de zijkant die zich wou profileren. Deden ze het, ondanks het feit dat ze in de poelen met moeite zich gekwalificeerd hebben, hebben ze het Bayern heel erg moeilijk gemaakt. Hè. En vooral Lewandowski en Müller kwamen niet in het spel. En was er een onevenwicht. Hè? Te veel aanvallende mensen en geen middenveld uiteindelijk. Soms vraag ik mij af wat Nagelsmann, er werd heel veel van verwacht, wat hij nog voor extra gebracht heeft bij dit Bayern. Dat was bijna niet meer mogelijk achter wat Flikken ermee gedaan. Ik heb er nog te weinig wedstrijden van gezien van Bayern. Ja, het is ene keer met vier, de andere keer met drie. Geen echt centraal verdedigingsduo. Nu was het weer Upamecano en Süle, die nu wel gaat vertrekken. Ja. Vorige keer was Süle met Pavard en Hernandez achterin. Ja, het is altijd anders. En ze missen toch wel die Alfonso Davies daar op die linkerkant om dat extra te brengen. We pikken even in op Robert Lewandowski, want hij scoorde afgelopen weekend natuurlijk niet. Dat was dus Süle, scoorde ook niet in Salzburg. Maar het blijft wel een geweldige spits, dat weet vriend en vijand, ook ex-ploegmaats van hem weten dat. En zo zijn we een paar weken terug gaan praten met Anderlecht-aanvaller Joshua Zirkzee, die uiteraard de kleedkamer heeft gedeeld met Lewandowski in het recente verleden. Het is geen type Müller, moet ik eerlijk zeggen, maar... Ja, bij hem weet je, ik ben zelf ook als persoon iemand die niet opdringerig bij iemand gaat vragen van hey, zus of zo. En ik heb gewoon gekeken en je neemt gewoon alles, je probeert gewoon alles mee te nemen wat hij doet, hoe hij het doet. En ja, dat, zo ging dat. Wat heeft hij dat jij nog niet hebt? Dat is een moeilijke vraag. Maar genoeg. Ja, hij is gewoon... Ja, je ziet gewoon aan hem dat het een beest is. Kopkracht, zijn instinct in de box. Ik denk dat gewoon dingen zijn waar ik nog meer aandacht aan moet besteden. En het consistent zijn ook in wat hij doet. Meedogenloos, ja. Ja, Joshua Zirkzee werd geïnterviewd door Nico Lené. De volledige reportage is morgen te zien in onze voorbeschouwing op televisie. En Zirkzee die had het over Müller, die de jongeren blijkbaar echt wel begeleidt. Lewandowski doet dat minder. Peter, Zirkzee... Ja, heeft hij veel van Lewandowski geleerd? Je vond het op de laatste weken niet indrukwekkend, hè? Nee, ik vind hem al over een langere periode niet meer goed genoeg. En ik zou durven denken, hij mag wel eens op de bank beginnen ook, maar dat schijnt onmogelijk te zijn op dit moment. En zijn kwaliteit kan niemand ontkennen. Als hij in vorm is, is hij de allerbeste, een van de allerbeste in onze competitie. Maar dat is de voorbije tijd toch een heel stuk minder. Is dus, het een optie voor wat hem? Wat hij zelf zegt, de consistentie in mijn prestaties, los natuurlijk van het aantal doelpunten dat Lewandowski al gemaakt heeft. En een paar topschutterstitels enzovoort. En wat overwinningen in de Champions League enzovoort. Is dat wel iets wat Zirkzee van hem nog kan opsteken. Die constante over een heel seizoen. Elk seizoen weer opnieuw. Wat Metja wel had bij Anderlecht, vond ik. Hè? Ja. Daar, ja, zo goed is hij nog niet. Dat was minder klasse op zich. Ja, ja. Pure klasse. Maar meer afwerkers. Maar meer efficiëntie. Die kon ook wel eens afwezig zijn in wedstrijden. Hoor. Dus, maar goed, ja, het is een piepjonge voetballer eigenlijk. Hè, die nog maar zijn eerste seizoen echt... Ja, want bij Bayern heeft hij niet al te veel mogen meedoen. Nee, maar als je als jonge Nederlandse gast naar Bayern gaat, dan wordt daar enorm veel van verwacht natuurlijk. Misschien te veel, hè. Zou wel kunnen. Want ja, gaat hij de spits worden die Lewandowski opvolgt in Bayern? Dat zou ik nu op dit moment zeggen van niet. Maar goed, dat kan zich nog ontwikkelen natuurlijk. Hè. Ja. Hij heeft nog een beetje tijd. Maar jullie gaan er wel vanuit dat Bayern dus Salzburg alsnog... Aan de kant zetten. Dat zou de verrassing van deze Champions League zijn. Nou, Bayern gaat zich echt niet laten verrassen. Nee. En Salzburg was ook... Makkelijke zegen dan? Of?
Bah, ik denk dat ze er een paar binnenduwen, ja, eerlijk gezegd. Het zou wel eens kunnen als ze... Ze hebben er 9 gemaakt in de poelenfase van vorig seizoen. Ja, ja, maar nu 9 gaan ze nu morgen niet maken. Maar het zou toch wel eens kunnen dat ze er een paar nog binnenduwen, denk 9. Ik. Want ja, het kan natuurlijk niet dat ze worden uitgeschakeld. En je moet ook de omstandigheden zien. Eerste keer terug publiek bij Salzburg thuis. Enthousiast elftal Bayern misschien een beetje af. En dan voor je het weet... Met die 4-2 gehad, ja, tegen Bochum ook. Hè. Het was de minste match van Bayern die ik dit seizoen gezien heb. Ja. Veruit, hè. Maar was ook wel... Ja, maar de verdiensten ook. Ja, de grote verdiensten bij Salzburg. Of ze dat in Bayern nog eens kunnen herhalen, dat is nog iets anders natuurlijk. Alright, goed. Als Bayern zich plaatst, daar gaan we dus wel vanuit voor die kwartfinales, dan mogen ze wel heel wat concurrentie verwachten uit Engelse hoek. Gekadreerd. We zouden er eigenlijk een hele podcast kunnen aan wijden, denk ik. Want 2 van de laatste 3 Champions League finales waren Engelse onderrondjes. En ook nu is de kans groot dat er misschien wel 4 Engelse ploegen in de kwartfinale staan. Als United nog doorgaat tegen Atletico. Is te veel. Wel, ik wil jullie de vraag stellen. Maken jullie zich zorgen? We hebben zo'n tijd met die Spaanse clubs ook gehad. Elk jaar Atletico, ja. Real. Nee, maar maken nee. jullie zich zorgen naar de toekomst toe over die Engelse dominantie met dat vele Premier League geld? Maar alles is tijdelijk. We hebben ook de Spaanse dominantie gehad. En dan denken we, nu is het altijd Spanje. En als inderdaad het ownership in de Premier League wat gaat bekeken worden en onder een loepen wordt gehouden en daar toch een beetje ethische vragen bij worden gesteld, dan zou het wel eens kunnen dat niet alleen Russen, maar misschien bijvoorbeeld ook Saoedi's, want het zijn toch ook geen Newcastle. Dat die, of nog anderen, dat die misschien ook wel moeten verdwijnen. Dat het dan toch weer een power shift komt. Dus Barcelona Duitsers, komt terug, Real dat de komt terug, Bayern. Spanjaarden het weer over. Bayern gaat blijven, maar goed, op dit moment, ja, oké. Okay, is dat nu eenmaal zo? En dan moeten we vaak naar Manchester en dat willen we niet. Maar. Ja, wel, ik moest qua beleving. Dus City? Je gaat graag naar City kijken omdat het geweldig voetbal is. Maar ja, voor de beleving moet je in City niet zijn. Wim vertelde me in de auto daarnet dat hij om een of andere reden nog niet in City is beland voor een match. Eigenlijk mist hij qua beleving weinig. Nee, helemaal niet. Het wordt goed gemaakt door de kwaliteit op het veld natuurlijk. En dat is nog altijd het belangrijkste. En dat gevoel heb ik ook al vaker gehad bij Man United. Alleen heb je daar toch, als het een echt grote wedstrijd is. Ik herinner me jaren geleden zo'n keer tegen Real. Ja, oké. Okay. Dan zijn ze alle 75.000 wel op de afspraak. Maar als het een wat minder... Theater of Dreams is te veel letterlijk theater geworden. Ja, inderdaad. Dat vind ik wel. Ja. Goed, maar dan is er natuurlijk nog Liverpool, mannen. Het werk is bijna gedaan. Ja, die gaan zich toch... in Milaan geweest. Ja, ik moet 0-2. Zeggen, ik was zeer onder de indruk van Inter. Echt waar. Echt een heel goede wedstrijd gespeeld. Met veel lef. De borst vooruit. Liverpool proberen vastzetten. En Liverpool heeft een heel moeilijke avond gehad. Perisic heeft mij nog altijd verbaasd. Dat is toch al een beetje op leeftijd wat die nog allemaal kan. Hij moet er nu wel bij zijn, want hij is onzeker. Dus als die al wegvalt, Barella is al geschorst. Morgen, die was nu outstanding in de wedstrijd tegen Salernitana. Eindelijk weer, want hij heeft een heel lange, moeilijke periode gehad, Barella. Maar uiteindelijk dan net zelf de kansen niet afgemaakt en toch gestuit op dat opportunisme dat Liverpool dan toch heeft. Ja, want die goal van Firmino, die maak je geen 2 keer bij manier van spreken. Nee, maar het is niet geen toeval. Nee, geweldig gedaan. Het is niet dat er zomaar tegenaan loopt, het is wel bewust daar proberen weg te leggen. Dan moet je een beetje meevallen hebben. Dus het is natuurlijk onmogelijk dat Liverpool dat thuis nog uit handen gaat geven tegen Inter. En die hebben dan ineens wel een klopje gehad. Die hebben dan nog 2-3 keer verloren, nog thuis tegen Sassuolo, denk ik. Een week nadien al. Tegen Genoa 0-0 of zoiets. Ja, inderdaad. Voor de zegen van de dus dat kwam nu wel op het goede moment. Maar nog eens, ik vond dat was echt een goede wedstrijd. En chapeau voor Inter. Pech met een bal van Chapeau. Jammer eigenlijk, hè, voor de return. Zeker die 2 dat niet mogen vallen. Maar ik heb eens gekeken in 2022, nu na een nieuwjaar, heeft Liverpool nog niet verloren. 15 wedstrijden gespeeld, geen enkele bijna allemaal gewonnen. En de laatste ze hebben dit seizoen thuis nog niet verloren in geen enkele competitie. Nee, ook niet in de Champions League. Dus dat gaat natuurlijk ook niet gebeuren. Ze hebben 28 thuiswedstrijden. Ze zijn 28 thuismatchen ongeslagen. En die statistiek over Van Dijk afgelopen weekend was ook indrukwekkend. Hè? Ja, dat was gaat over de 60 wedstrijden. Ja, ik denk Premier League wedstrijden thuis. Ja, ongeslagen. 60 met hem in de ploeg, niet verloren. Dat is ook wel indrukwekkend. Ja, want niemand heeft, van ons Liverpool als favoriet naar voren geschoven voor de Champions League te winnen dit seizoen. Maar ze zijn dat toch gedaan. Maar, Nicola. Ja, echt waar. Ja, en ze zijn een heel gevaarlijke outsider, hè? Dat voel je. En ze blijven 4 trofeeën winnen. Hè? Ze hebben de League Cup gewonnen, ze zitten nog in de FA Cup, deze Champions League. En de titelrace
zijn ze ook toch nog weer in beland, uiteindelijk. Want het leek even voorbij. Ja, omdat iedereen ervan uitgaat, City wint alles. En het wordt zo'n titelrace zoals een paar jaar geleden, waarbij ze allebei alles winnen. Alles winnen. Alleen moet Liverpool dan ook nog gaan winnen op City, om er dan naast te komen. Ik weet niet hoe het met doelsaldo op dat moment dan zal zitten. Dus dat is natuurlijk geweldig. En het zit af en toe ook wel een klein beetje mee zo. Hè? Zoals in de finale van de League Cup hadden ze ook kunnen verliezen natuurlijk. Het was een geweldige wedstrijd met... Met strafschoppen over en weer. Dus. Maar goed, nog eens, tegen Inter gaat het toch gewoon lukken. 1-0 afgelopen weekend, Wim, heb je die wedstrijd gezien tegen West Ham? Ik heb dat grote was ook delen met de gezien. Over de slot, ja, wel, hè? Ja, maar het is heel veel, heb je dat gevoel. Oké, Mané stond nu diep in de punt. Salah is toch van die rechterkant toch ook een fenomeen, topscorer in Engeland. Als rechtsbuiten, dat is toch iets heel raars. Hè? Maar hij doet het wel altijd. En Luis Diaz, een beetje verrassend dat hij kwam, maar wordt goed ingepast. Hè? Wat dat betreft kopen ze wel goed in. Hè? Okay, die, bij Porto. Die ook al goed. Die viel in Milaan. Bracht meteen iets in dat aanvalspel van Liverpool. En het was een moeilijke match tegen West Ham. Maar ook omdat West Ham heel goed was. Ja, absoluut. En als ze niet hun kansen verprutsen, dan winnen ze toch weer niet Liverpool. Lanzini. Met een onwaarschijnlijke misser, wat in de kleine rechthoek bijvoorbeeld. En Klopp was achteraf niet onlogisch, heel erg in de wolken over de defensieve tackles. Waarmee ze zich inderdaad met lijf en leden voor de bal gooiden, waardoor ze uiteindelijk het resultaat er hebben, over de streep hebben getrokken. Hij zei, na een doelpunt juichen we, want dan ligt de wedstrijd stil. Maar bij zo'n tackle gaat dat niet, want het spel gaat voort. En hij maakte van de gelegenheid gebruik om nog eens te zeggen, durft er iemand mij nu nog vertellen dat Arnold niet kan verdedigen? Ja. Hij haalde de bal van de lijn, ja. Blokte nog een tegenaanval af. Ja, die redding op de lijn was fenomenaal. Blokte nog een tegenaanval af. Dus, even zijn gram halen. Hij gaf ook weer een assist. Hè. Zijn 16e al, dacht ik. 16e assist, dus, ja. Een prachtige assist. Goed afgewerkt. Net geen buitenspel. Net geen buitenspel. Ja, ook dat, hè, zie je. Net geen buitenspel. Nee, dus ze zijn goed op weg om misschien wel iets heel moois te bereiken dit seizoen. Het tempo waaraan die wedstrijden moeten afwerken. Dus ik heb gelezen, als alles meezit, en ze dus overal tot in de finale gaan, spelen ze er nog 20. Tussen nu en het einde van het seizoen. Midden mei of eind mei. Begin juni als het Champions League finale. 20 nog. Wat ik niet begreep, Peter, was in die heenmatch Harvey Elliott, die opeens in die ploeg stond. Ja, heeft hij iets speciaals gebracht? In die wedstrijd nu niet speciaal. Nee. 18-jarige jongen op dat middenveld. Maar hij gelooft daar wel zeer in. Het moet zijn, hè? Hij is heel lang geblesseerd geweest. Ja, na een nieuwe, zware blessure opgelopen in september of zo. Dus maar hij gelooft daar wel heel erg in. Maar dat was wel zoiets. Maar komt die nu ineens? Ja, als je dan toch een beetje moet rust gunnen aan de andere jongens, misschien kan dat helpen. Goed, we moeten nog één ding doen, zeg maar. Ik wil gewoon zeggen, dat is ook de kritiek die Ancelotti nu krijgt. Want dan ben ik in de bij Real. Maar dus er zijn veel geblesseerden, hij roteert nauwelijks. Dus dat is die ligt onder vuur, Ancelotti. Hij gaat weer kampioen worden, maar dat interesseert hem blijkbaar niet. Nee, er zijn te veel spelers geblesseerd. En ze verdedigen te laag. Maar goed, er is aangekondigd blijkbaar... sorry dat ik nu weer over die wedstrijd begin. Er is een vergadering geweest met de spelers na PSG. En ze hebben samen afgesproken, zo laag gaan we niet meer verdedigen. We gaan aanpressen. Dat valt ook wel op, ondanks het feit dat ze in Engeland al die wedstrijden spelen. Dat bijna iedereen is fit, bij City op Ruben Dias na. Ook bij Liverpool bijna geen geblesseerden. Dus dat wordt wel goed gemanaged. Hè. Ze hebben natuurlijk ook enorme kernen. Maar Ancelotti speelt bijna altijd met dezelfde. Ja. Daar wordt wel eens door Klopp en Pep Guardiola en ook door Chelsea, door Tuchel, wordt er veel geroteerd. Hè? Ja, klopt. Goed, we moeten nog één ding doen. Onze tijd zit er bijna op. Picks Prono. Ja, onze prono die loopt nog altijd natuurlijk op prono.pix.be. Dan kunt u voorspellen hoe u denkt dat het allemaal gaat aflopen deze week en tot het einde van het seizoen. Er zijn altijd fraaie prijzen te winnen, dus gaan wij voor de fun ook even onze blik nog richten op die Real Madrid tegen Paris Saint-Germain. Wat wordt het? Zeg het maar. 2-1, verlengingen. En blijft dan 2-1 en strafschoppen. Hè. Peter en Gert gaan daar iets geweldigs mee maken. En wie gaat er door? We hebben wel een vroege vlucht terug. Hè. Wie gaat er door in? Ja, Courtois is dan een penalty pakker. Oké, dus Real doet het. Ja, het zou wel mooi zijn, Courtois tegen Navas. 2-2. 2-2. Na het 90 nog veel doelpunten dus. Ja. Na het 90 twee keer Mbappé dan?
Na 90 minuten. Het zou goed kunnen, twee keer Mbappé. Ja. Nee, maar dus... Allee, of twee van Hazard. PSG gaat toch doorgaan. Ja, dat gevoel PSG gaat toch door. Ze hebben meer kwaliteit. En zoals in die thuiswedstrijd tegen Real Madrid, waren ze zeer goed. En dat kunnen ze ook alleen maar opbrengen, blijkbaar, in Europees, dat soort wedstrijden. En dat gaan ze nu ook woensdag doen. Oké, wel kijk, we zijn heel erg benieuwd hoe het gaat aflopen. Dankjewel, Peter van den Bent, Wim de Koning, voor jullie komst. Vandaag hebben we gepraat over de wedstrijden. Morgen zijn ze te zien. En Liverpool tegen Inter, dat is trouwens een wedstrijd die gratis te bekijken is. Ook voor de niet-betalende sportabonnees. Gratis op Pix Live. Vanaf 8:15, inclusief de voorbeschouwing. Dus dat is misschien een mooie kans om onze uitzendingen ook eens te leren kennen. Goed, tot binnenkort en wie weet tot morgen en woensdag. Ciao.